wat fijn om weer bij jou thuis te gast te zijn. Jij werkt, zoals het hoort, netjes vanuit huis. Ja, ik ga wel eens naar het kantoor, moet ik eerlijkheidshalve bekennen. Maar dan probeer ik wel die afstand te houden, want ik heb geen zin om corona te krijgen. Dus ik houd me daar wel voor in acht, zal ik maar zeggen. De beurzen, we zien ze stijgen en stijgen. Je vraagt je af, kan dat goed blijven gaan in deze tijd? Ik kan me voorstellen dat mensen daar raar tegenaan kijken. Want aan de ene kant heb je de pandemie, iets wat we nog nooit meegemaakt hebben. We hebben een ontwrichte economie. Er zijn een paar bedrijven die ervan profiteren, maar de meeste toch ver weg lijden eronder. Ook de mensen lijden eronder. En we hebben overheidsuitgaven die uit de klauwen lopen, omdat ze maar met miljarden en miljarden gooien. En dan vraag je, zijn de aandelen duur? Zijn de huizen, maakt het vastgoed duur? Want de huizen stijgen ook heel erg. Dan kan ik eigenlijk zeggen, nee, ze zijn niet duur, want ik kijk vooruit en mensen kijken ook vooruit. Dat geld wat in de markt gestopt wordt om de economie te stimuleren, om inflatie aan te wakkeren, dat wordt gewoon bedacht. Heb je eerst zo'n stapel, dan druk je er zo'n stapel bij. Kopie plak. Meer is het niet. Daar staat niets tegenover. En wat mensen nu doen, en dat zie je op de beurs, die prijzen als het ware de toekomstige inflatie in. Dus de geldontlading waar men zo mee bezig is, men prijst als het ware op de beurs en in het vastgoed de potentiële inflatie in. En dat doen beleggers altijd. Die rekenen vooruit. Dus ja, je moet je echt zorgen maken over je spaargeld, het staat op een bank, je moet ervoor betalen, je betaalt de belasting over, je krijgt geen rente, je hebt geen alternatieven dan beleggen. Waar moet je dan nog in beleggen? Want de tech is al zo duur. Dan denk ik toch dat je moet kijken naar de oude waarden, de value-aandelen. Aandelen die dus in een goed gespreide portefeuille passen. Je moet heel erg goed spreiden, want een beurs kan ook irrationeel zijn. Hè? Die kan ook emotioneel zijn, dat die in één keer weer teruggaat. Dus spreid je portefeuille goed. Zorg dat je ook aandelen hebt met dividend, zodat je ook cashflow hebt in je portefeuille, een soort geldstroom. En dan denk ik dat je als je je goed gepositioneerd hebt, dat je volgend jaar echt heel veel geld kan nog verdienen in tal van aandelen die echt niet laag zijn. Vooral als die vaccins werken en de economie weer gaat loeien. En dan moet je er dus wel bij zijn. We hebben het een en ander voorbereid. We gaan een aantal aandelen bespreken. Een van de bedrijven waar we het over gaan hebben is Ahold. Nou, die gaan op de feestdagen af en die hebben het sowieso al heel erg druk nu. Ja, kijk, wat wij op de beurs even gezien hebben is afgelopen weken een opluchtingsrally. Maar ik denk ook dat we hierna een kerstrally krijgen. En als je Ahold bekijkt, dan ga ik eerst even over cijfers beginnen. 17,8 miljard euro omzet tegen verwachting 17,5 miljard. Ze groeiden in Europa 7,5% en in Amerika 12,4%. De online verkopers tegen 62,4%. En de winst om tenslotte het rijtje klaar te maken 813 miljoen euro. Tegen de verwachting 767 miljoen euro. Cijfers die klinken als een klokje en toch daalt die koers. Hoe kan dat? Dat kwam omdat er een pensioenlast genomen moest worden in het derde kwartaal, wat ze in één keer van het resultaat afgebracht hebben. Een eenmalig incident. Nou, het aandeel heeft dat natuurlijk heel goed gedaan. Dus heel veel beleggers hebben gedacht, weet je, ik ga mijn winsten lekker veilig stellen. Ze hebben dan een kapstokje waar ze het aan kunnen hangen. En dan zie je de koers dalen. En dat is het moment waar de beursgenoten zeggen, en nu ervoor, want er komt de kerstrally. We krijgen natuurlijk straks die winkels boordevol. Iedereen gaat bij Aldi shoppen en dan gaat dat reflectie weer aan. Hey, eigenlijk groeiden ze heel goed. Eigenlijk waren die omzetten eigenlijk. En dan rennen ze hopelijk allemaal achter dat aandeel aan. En ik positioneer me daar ook op. Ik heb er ook een hele mooie optiestrategie voor de mensen die van snel geld houden. Om daarop te anticiperen. En wie weet eten wij de kalkoen en de konijn wel op kosten van het aandeel Ahold. Een ander aandeel, Akzo Nobel, dat ligt er wat verlaten bij. Ja, ligt er wat verlaten bij. Ik heb ook wel het gevoel dat er wat spelletjes omheen gespeeld worden rond. Er zijn vaak altijd derivaten, turbo's. En dan zie je hem dalen en dan gaat hij weer op. Maar als je kijkt naar het aandeel zelf, de omzet over het derde kwartaal was 5% lager. En de winst steeg 35,8%. En dan denk je, hè, hoe kan het dan? Omzet lage winst stijgt. Maar ze hebben een enorm voordeel van de gezakte grondstofprijzen, waardoor hun inkoop heel laag is. Plus dat ze ook nog eens 49 miljoen euro hebben bezuinigd. En daardoor spuit die winst in één keer omhoog. Ze hebben ook het dividend verhoogd met bijna 5%. Is een aandeel echt waarvan ik denk, in een goed gespreide portefeuille hoort zo'n aandeel helemaal thuis. Als ik ook kijk naar de analisten, er zijn 23 analisten in de wereld, hè, Goldman Sachs, Stanley Morgan, noem ze allemaal maar op, die dat aandeel volgen, allemaal collega's van mij. En wij kunnen ook bij elkaar in de keuken kijken, kunnen met elkaar bellen en mailen. Die zijn allemaal positief en geven een gemiddeld koersdoel van 99 tot 100 euro. Nou, de huidige koers van 86 euro, een heel mooie belegging en ook een vrij defensieve belegging. Unilever, een aandeel wat we terugzien in menig portefeuille. Hoe gaat het met hun nu?
Ja, kijk, elke keer als dat aandeel daalt, moet je eigenlijk zo'n aandeel kopen. En toen ik aan het voorbereiden was van, nou, wat ga ik eens even aan de kijkers van Business Class en aan jou vertellen. Toen stond Unilever €49 om 2 dagen later weer bijna 52 te staan. Dus ik zelf ben een Unilever lover. Het is een heel stabiel aandeel wat al tientallen jaren heel solide groeit. Wat echt in markten opereert waar we niet zonder kunnen. Hè? De persoonlijke hygiëne zag je ook weer door die corona stijgen. Nou, de Ben & Jerry, IJs, de Dove, noem het maar op. Ze hebben echt wereldmerken, wereldconglomeraat. En als je kijkt naar de winst over het eerste half jaar, was 6% hoger. Ze hebben geen derde kwartaal, ze hebben 6% hoger. Dus dat was ook volslagen onverwachts. Ik denk zelf dat ze een aandeel gewoon richting 55, €60 zou kunnen stijgen met gemak. Maar eigenlijk is het een hoeksteen van de portefeuille, zoals Royal Dutch Shell dat in het verleden ook was, misschien nog is. Is Unilever ook een aandeel wat je eigenlijk gewoon in je portefeuille gooit en er minder naar omkijkt. Of je probeert juist van die bewegingjes gebruik te maken. Want in ondiep water kun je niet verdrinken. Dus als je dat in goede aandelen doet, is dat een heel leuk spelletje. Dan hebben we nog BAM, een aandeel wat enorm gestegen is. Ja, wij tipten onze beursgenoten op €1. We hadden een analyse en een fles uitgestuurd. En de eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat we te vroeg verkocht hebben, maar we maakten 40-50% winst op een investering van €1. Ja, dat zijn wel die dingen die beursgenoten dan doet. Hè. Die zoekt dan padeltjes uit en is BAM geen padeltje. Maar die CEO Joosten, dat is een nieuwe CEO, die nam de juiste beslissingen waarvan we zeiden, wacht even, dit is de juiste man op die juiste plek. Het aandeel was dramatisch lager, zelfs onder €1. Bam, kopen en een home run geslagen. Dat is wat wij doen. Mensen die de aandelen nu kopen op 1,85, 1,88, zou ik toch willen waarschuwen. Het zijn wel bouwers. Het is een super cyclisch bedrijf. De problemen zijn niet voorbij. Het lijkt wel dat door het verkoop van een dochter dat ze geen emissie hoeven te doen. Maar er zijn nog genoeg problemen die getackled moeten worden. Dus het is geen goudgerand aandeel, om zo maar te zeggen. Geert Pfizer, het bedrijf van het coronavaccin. We zagen eerst een stijging, nu weer een daling. Ja, dat is heel grappig. En dan moet je rationeel wezen. Kijk, Pfizer heeft een vaccin ontwikkeld wat voor 95% werkt. Dus linksom of rechtsom, dat gaat goed komen. Ze kwamen ermee naar buiten en het aandeel speerde omhoog naar $42. En een dag later had de CEO, Albert Barlow, een aantal aandelen verkocht. Een mooi bult, maar hij heeft ook zo'n stapel aandelen. Ik begrijp dat wel. Dan dacht de beleggers, ja, dat ga jij verkopen. Dus die doen ook allemaal datzelfde. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die ook een hele dikke winst hadden, want de koers was natuurlijk heel erg gestegen. En dan is dat aandeel wel teruggedaald naar $36. Maar je moet dan rationeel blijven. Kijk even naar de cijfers van Pfizer. Ze verwachten €48,8 miljard omzet tot €49,9 miljard. En ze schroeven de winst aan de onderkant op. Ook de verwachtingen aangescherpt voor 2020. En daarbij zegt de CEO, ik heb daarbij geen rekening gehouden met de corona. Dat komt er als extra overheen als dat in het vierde kwartaal al zal doorwerken. Ja, mensen, wees nou verstandig. Als je een goed gespreide portefeuille wil hebben, past zo'n aandeel daar weer geweldig in. Ja. Geert, mensen die jou vaker willen volgen, meer willen weten over jouw mening, beursgenoten. Wat doen jullie nou nog meer? Want je hebt het magazine natuurlijk. Ja, kijk, het magazine dat is een ding waar je dus artikelen in kunt lezen. Maar we hebben ook een site. En ook daar staat het magazine op. Daar staan analyses op. Daar geven we adviezen. Van de week hadden we ook een heel mooi Duits aandeel waar we een advies op gaven. Dat gaat eigenlijk de hele dag door. Wij zijn ook de ogen en oren op de beurs. Zodra een bedrijf met cijfers komt, dan analyseren we dat en zeggen we, oké, dat heeft dat impact. En we veranderen ons advies naar kopen, houden, verkopen. Maar net wat we nodig achter. Dus die wereld van beurs is natuurlijk voor mensen die uitsluitend Geert Schaai kennen, het beursgenoten kennen van het blad, hè, want hij was verstuurd, die willen we nou een mogelijkheid geven om eens te kijken op die website. Op dit moment wordt het gezien als een van de meest geavanceerde websites in Nederland op het gebied van beleggingen. En mensen mogen 7 dagen lang zonder verplichtingen gewoon daar op surfen. Als een volwaardig lid mogen ze ook dingen in een alertserver zetten. Dus kom erop, ga kijken. En wie weet vinden jullie zo mooi dat je er nooit meer zonder wil. En hoe meer leden, hoe meer abonnees, hoe beter wij het kunnen doen. Want wij zijn er voor de belegger. Ons thema is ook beleggen doen we samen. Wij staan echt met het mes dwars in de bek op het veld om te kijken waar liggen de kansen, maar ook waar liggen de gevaren. En dat is beursgenoten. Dus ga naar de site en pak je gratis inlogcodes en ga er gewoon 7 dagen lang uitleven. Nou Geert, dankjewel. En kijkers die interesse hebben, die kunnen naar onze site voor meer informatie. Bedankt.